mij naar de A1 links bij 12.5. Ja, ik ga even kijken dan. We kijken er al lang niet meer van op. Een kopstaartbotsing, zoals vanochtend op de A1. In no time staat er 8 kilometer file. Iedere dag is het wel raak op de drukke knooppunten. Bergers hebben er hun handen aan vol. De werkdruk wordt iets hoger, dus we zullen iets sneller moeten schakelen. Dus iets meer jongens erbij, iets meer planners erbij. En ja, alles is gewoon wat drukker. Eigenlijk kunnen we de economie wel de schuld geven. Omdat het heel goed gaat in Nederland, leggen we steeds meer kilometers af en worden dus ook steeds drukker op de weg. En dus is het afgelopen jaar de filedruk flink toegenomen. Dat die zo groot zou zijn, hè, we komen dus straks in 2 jaar uit op een stijging van 45% als je het vergelijkt met 2014. En dat is toch wel heel erg veel. En dat merken we in de auto. Als je 7 uur ergens wil zijn, dan moet je onderhand om 5 uur weg. Normaal gesproken zegt mijn navigatiesysteem rijden over de A27. En nu leidt hij hem om via de A15, de A16. Want file? Ja, file. Ik kom uit Almere richting Utrecht. Nou, als je een half uur vertraging had, dan was het mooi. Maar ik doe er nu geregeld 1,5 uur over. Toch gebeurt er van alles om de filedruk en het aantal ongelukken te verminderen. Rijkswaterstaat probeert gestrande voertuigen sneller te bergen. Op strategische plekken staan weginspecteurs die zo sneller bij een ongeval kunnen zijn. En er worden nog een aantal wegen verbreed, al is dat niet altijd de oplossing. Een mooi voorbeeld vind ik nog steeds de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Die is onlangs verbreed van 3 naar 5 of 6 rijstroken. En binnen een paar jaar zie je daar alweer files ontstaan. Dus elke uitbreiding van wegennet creëert zijn eigen vraag. En dat betekent ook dat een filevrij Nederland is vooralsnog een utopie, hoor. Toch mogen we nog niet echt klagen, want zo druk als in het horrorjaar 2007 is het voorlopig nog lang niet. Toen stonden we nog ruim een kwart meer in de file.